We hebben de afgelopen jaren veel gehoord over de boeren. Maar naast de boeren is er nog een stille ramp gaande. Namelijk het kapotmaken van de vissers. Ik kreeg van de week een privébericht van een visser die ten einde raad is. Ook de vissers worden onder het mom van klimaat weggepest door de overheid. Maar uiteraard gaat het ook hier niet om klimaat. Het gaat om macht, controle en geld. Ze willen controle over de Noordzee en over de voedselvoorziening. Want wie controle heeft over voedsel, heeft controle over mensen. En het gaat om geld. De windmolenbusiness, waar tientallen miljarden in omgaan. Wereldwijd zelfs honderden miljarden. Zogenaamd groene energie. Terwijl die windmolens zoveel lawaai maken dat vissen die navigeren op geluid helemaal gek worden en soms zelfs ontploffen. Om nog maar te zwijgen over de vele vogels die daar het slachtoffer van zijn en de olie dat ook lekt in de Noordzee. Vissen, het is een levensstijl, al honderden jaren oud. Het hoort bij Nederland. En nu moeten vissers die hun beroep al vanaf jongs af aan uitvoeren, het is hun lust en hun leven, plaatsmaken voor deze waanzin. De ene na de andere vissersboot moet gedwongen naar de sloop. Wat zorgt voor ontzettend veel verdriet onder de vissers. Het is crimineel en onderbelicht ten opzichte van de boeren. Dus deel dit zoveel mogelijk, zodat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van wat de overheid doet met de vissers.